De inschrijfgelden van de scholen aangesloten bij de Federatie van Instellingen voor Bijzonder Onderwijs, FIBOS, zal toch door de ouders betaald moeten worden. Dit zegt Mildred Demen, directeur van de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname. De directeur geeft aan dat het geld dat het ministerie van Onderwijs heeft gestort een achterstallig bedrag is van het jaar 2015. Demen benadrukt dat alle FIBOS-scholen nog voor de vakantie brieven hebben gestuurd naar de ouders, dat de ouderbijdrage toch betaald zal moeten worden. Voor de schoolvakantie een brief gestuurd dat er geen overeenkomst is voor een mogelijke financiering van de kosten die belast worden. En dat ouders rekening moeten houden dat ze voor 1 oktober het bedrag van 250, 275 en 300 moeten betalen. Omdat we niet uitkwamen met het ministerie, hebben wij een brief als FIBOS gericht aan de president om te vragen om in deze kwestie te bemiddelen of een besluit te nemen. En wij hebben daar vooralsnog nog niets op gehoord. We hebben wel begrepen dat de brief in behandeling is. Demen hoopt dat de ouders rekening zullen houden met het verzoek van de federatie en dat ze de ouderbijdrage voor 1 oktober zullen betalen. De vraag was, ja, maar wat als? Nou oké, als er wel overeenstemming is en u heeft betaald. 2 jaar geleden hebben we een terugbetalingsregeling ingezet. En dan gaan we dat ook weer doen. En hoe we dat gaan doen, dat hoort u TZT. Maar voor nu wil ik heel helder stellen, schrijft u uw kind in op een EBG, RK, Senaat en Darm, moslimscholen, die onderdeel zijn van FIBOS, dan zult u het bedrag moeten betalen voor 1 oktober. Ouders die het niet kunnen betalen, volledig, die kunnen afspraken maken met het schoolhoofd van de school. En dat is altijd al het geval. Maar u zult als ouder dat kenbaar moeten maken. Dus u kunt er niet van uitgaan van, ja, maar ik kan het niet betalen, of er is gezegd, ik hoef niet te betalen. Dat kan niet. Mildred Demen, directeur van de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname. Wij spraken haar naar aanleiding van de ouderbijdrage die betaald moet worden voor inschrijving op de FIBOS-scholen.